Wat betekent voor jou de combinatie schilderen en praten? Praten is een rechter hersenhelft activiteit. Schilderen is een linker hersenhelft activiteit. Dat klinkt heel erg theoretisch. In de praktijk betekent dat dat je in je hoofd en ook deels in je hart kan praten over vrede en oorlog. Daarna vertaal je het naar een schilderij en dan ben je eigenlijk meer ingetogen met jezelf bezig en jouw idee van oorlog en vrede. En daarna gaan we weer terug naar het praten, waardoor we eigenlijk kunnen uitleggen wat we intern hebben gevoeld. En dat kunnen we ook dan weer extern uiten, waardoor we weer anderen kunnen beïnvloeden en inspireren hopelijk. En daarna gaan we weer terug naar het schilderen. Dus die combinatie, dat geeft een heel holistisch beeld, een heel totaal beeld van hoe je vrede en of oorlog zou kunnen ervaren. Wil je ook iets zeggen over het tot stand komen van het totale beeld? De kleine schilderijtjes en het totale? Gebaseerd op de all-one-filosofie, de kracht van het individu en de kracht van de groep. En hoe dat een synergie vormt van met elkaar, dat zie je heel duidelijk in de samenstelling nu. Het is een puzzelstuk. Ieder kind heeft zijn eigen stukje, gaat het op zijn eigen manier of haar eigen manier beschilderen. Met de kleuren die zij of hij kiest. En daarna wordt het bij elkaar gebracht en vormt het één geheel. Dus je zou het ook als een soort hologram kunnen zien. Alles is een eenheid, een totaal, en samen is het ook een totaal.